Hoi, welkom in onze virtuele expo Vreugde en Verdriet. Mijn naam is Helen en ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over de volkswoede tijdens de bevrijding. Op het moment dat Antwerpen in september 1944 wordt bevrijd van de Duitse bezetter, heerst er alom vreugde en blijdschap in de straten. Antwerpen is eindelijk vrij. Maar tijdens het feest komt er ook veel woede naar boven, woede over vier jaar onderdrukking. Over het geweld, over de geleden honger en de onderhane vernederingen. Deze woede richt zich op alles wat Duits is en op iedereen die ervan verdacht wordt met de Duitse bezetter te hebben samengewerkt. Op symbolische wijze worden deze dagen alle hakenkruisvlaggen in de stad neergehaald en met de nodige show vernield in de straten. Ook richt een woedende menigte zich deze dagen op stadsgenoten die ervan worden verdacht te hebben samengewerkt met die Duitse bezitter. Een joelende menigte haalt deze families uit hun huizen, smijt hun inboedel op straat en steekt deze ook soms in brand. Deze dagen wordt ook het een en ander ontvreemd en gestolen van deze families. Vrouwen die ervan verdacht worden relaties te hebben gehad met Duitse soldaten tijdens de bezetting. Ondergaan tijdens de bevrijding de grootste vernedering. Hun haar wordt publiekelijk afgeschoren, zodat zij voor heel de gemeenschap herkenbaar zijn. Deze gewelddadige bevrijdingsrituelen vinden niet enkel in Antwerpen, maar in heel het land plaats. En ook in andere bevrijde landen, zoals Frankrijk, Nederland en Scandinavië, krijgen te maken met dergelijke gewelddadige bevrijdingsrituelen. Typisch voor Antwerpen is wel dat deze opgejaagde mensen... uiteindelijk in de leegstaande dierenkooien in de zoo worden opgesloten. Hier worden zij een paar dagen publiekelijk te kijk gezet voor de Antwerpse bevolking. Na een paar dagen worden zij overgebracht naar reguliere gevangenissen... zoals in de Begijnenstraat. En hoewel dit tafereel dus van beperkte duur was... Zullen de iconische beelden van die opgeslotenen in de dierenkooien voor een belangrijk deel gaan bepalen hoe sommigen onder ons die bestraffing van de collaboratie gaan herinneren?